Probleem nou dan niet dat. Gisuma. Oké. Okay. Nou, ja, ja. Im lo smam loop you. Ja, dat ja, toch? Dat mij toch liefde heeft maar één kleur. Ai. Dit is de goede reden waarom je Gilly's Loveline niet alleen moet beluisteren op Spotify en alle andere audio streaming servers. Als je nu had gekeken op YouTube, dan had je kunnen zien van, hey, dit is niet de vertrouwde Gilly's Loveline studio. Klopt. Het ruikt hier lekkerder. Het voelt lekkerder. De mensen zijn lekkerder. Damn it, Gado Biggie, Gilly's Loveline is in Suriname. Mijn roots zitten in Su. Dus voor mij was het een logische stap om met mijn eigen mensen te gaan praten. En ik wist dat de man die hier naast mij zit sowieso een onderdeel zal zijn van deze show. Want het maakt me niet uit als je naar een van zijn raps luistert. Naar zijn video's kijkt op YouTube waar die mensen probeert te inspireren. Of soms wil hij gewoon zijn ei kwijt. Eén ding is duidelijk. Deze man is een woordkunstenaar. En voor mij man. Welkom in Gilly's Loveline. Ja man, thank you. Ja man, Miloming, nu al. Welkom thuis. Ai, thank you Jere, bless. Maar wacht, ik noem je een woordkunstenaar. Maar vergeet Wansani, iets waar ik respect voor heb. Jij bent een real life superman, want je bent een brandweer. Ik ben ook brandweer. Toch? Ja. Mm. Belangrijk, want mensen in het buitenland die jouw muziek kennen, misschien zien wat je doet, online vooral, ben je heel erg actief, weten dat misschien niet. Maar dat is een van die dingen waarnaar ik kijk en ik zeg van, oh ja man. Respect. Anotra is de eer. Gisteren heb je iemand uit de goot geholpen met je collega's. Hoi. Gered. Ja. Eng hè? Maar in je eenmaal. In om schrikkie. Dit gaat vaker gebeuren. Zwaar. Nee, maar tof. Het was een van de dingen die we hebben gedaan die dag. Ja. Meerdere dingen gebeuren. Ja. Maar daar is al eigenlijk die betrokkenheid tot mens te zien hè? Ja, sowieso. Ja? Sowieso. Ben je mensenmens? Altijd geweest. Ja? Altijd geweest. Waarom zeg ik dat? Misschien als je jou ziet praten, wat ik zei, je probeert te inspireren. Mm-hmm. Maar soms ben je ook gewoon, wil je ei kwijt, heb ik daar gelijk in. Ja, zo. Geef je mening, mm-hmm. Soms filosofisch. Ja. Kan je look je denken van, hé, hey, maar leg uit. Mm-hmm. Maar dan kijk je naar die background en zeg van, nee, deze man is echt betrokken. Ja. Hij hoeft het niet te doen. Ja, zo. Luku, jij dropt veel knowledge, game. En ik zie je dan ook bepaalde quotes droppen. Ik heb een paar tevoorschijn gehaald en zo wil ik jou beter leren kennen, want ik wil dat je erover uitweidt of uitleg geeft of gewoon zegt van, oh ja, ik herinner het, zo dacht ik toen, inmiddels niet meer. Mm-hmm. I don't know. Mm-hmm. Laten we met de eerste beginnen, heren. Ja. En zo leren we en verkennen. Een Enver quote bijvoorbeeld. Mm-hmm. Voel je niet verplicht om jezelf te verplichten altijd daar te zijn voor iedereen? Ja. Dat heb je gezegd, kan je het herinneren? Ja, zo. Blauwe shirt in de auto. Oh, je zag shirt ja, 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 ja. Dus je weet ook hoe je nee, voelt. Het wordt vaak gedeeld, toch? Oh, is een van die populaire. Nee, het wordt vaak gedeeld. Dus. Maar, in de afgelopen twee maanden is het me vaker gepasseerd. Maar dat komt ergens vandaan. Dus je is dom, je denkt van, you know what? Dus het heeft te maken met wat jij ervaart, mm-hmm. Of niet? Kijk, het hoeft niet te gaan. Het hoeft niet altijd iets te maken te hebben met dat wat ik heb ervaren. Maar soms deze? Het kan zo zijn dat ik het heb gezien. Mm-hmm. Deze, het kan. Ik weet het niet meer, het kan. Want ik haal sowieso die quotes uit situaties. Ja. Snap je? En het kan dat ik iets ergens heb gezien toen. Mm-hmm. Het kan ook dat ik het zelf heb meegemaakt. Sla me dood, ik weet het niet meer. Aha. Maar voor mij, ik weet niet, volgens mij verwerk ik die dingen in mijn slaap. En wanneer ik wakker ben of wanneer ik een enver momentje heb, als wanneer ik alleen ben, dan komt het gewoon eruit. En wanneer ik het in mijn hoofd begin te horen, dan denk ik, hey, nou, dit moet ik echt even vastleggen en eruit sturen. Maar misschien moet ik het zo vragen, is dat iets wat jij zelf meemaakt, dat je zegt van, Luku, dat jij zo bent, want je bent een mensenmens, mm-hmm. Je zegt van, man, je hebt alasma. Mm-hmm. En dat je tegen jezelf zegt, man, Luku, je hoeft niet verplicht. Ja. Nee, maar voor iedereen te zijn. Ik voel me sowieso nooit verplicht om mezelf te verplichten om daar te zijn voor iedereen. Ja. Ik ben daar voor die mensen die het waarderen. Mm-hmm. Toch? En ik heb mezelf zodanig getraind. Oké, het lukt niet die volle 100%, maar tenminste 85%. Dat ik van tevoren doorheb waar iemand achter zit. No. Snap je? Het kan soms zijn dat men met mij wil linken of dat men me wil contacten gewoon om het feit van, om te kunnen zeggen, ik heb met hem gesproken of ik was met hem of mm-hmm. Ik heb met hem gewerkt, ik heb dit en dat gedaan. Ja. Ik vind het op zich niet erg. Maar
we moeten iets hebben aan elkaar, toch? Het moet niet van één kant uit. Oké, dus het hoeft niet erg te zijn als iemand zijn eigen agenda heeft? Nee, tuurlijk niet. Okay, iedereen heeft zijn eigen iedereen agenda. Agenda ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Maar het hangt er... Je moet weten dat waar er twee zijn, hebben beide een agenda. Dan kan je niet alleen volgens jouw agendapunten werken. Nee, klopt. Het moet om en om kunnen gebeuren. Iedereen heeft zijn agenda. Ja, ja. Maar is dan de vraag, do you come from a good place? Precies. Daar, en dat, staat, dat weet je... Dat staat op niemands voorhoofd geschreven. Toch, je weet ervaren. Nooit waar de persoon voor komt. Je hebt ook mensen die aan het begin from a good place komen. Mm-hmm. Maar ze kiezen ervoor om te vergeten waar ze vandaan komen. Waarvoor ze je benaderen. Ja. En dan, dan gaat het krom ergens midden. Ja, toch, daar raak je die persoon kwijt. En je kan niet, ik ben zo iemand, ik kan niet zien dat je het duister inwandelt. Ja. En dan haal ik je eruit, maar dan week je weer af naar die kant. Als ik je twee keer eruit heb gehaald en je gaat weer die kant op, mag je even lopen, zodat je zelf kan gaan beseffen, het is donker hier, ik moet terug. Mm-hmm. Ik zit toch om de sandies. We gaan verder. Ik ga niet nu al. Nou, om de sandies met Mikari kom. Om mooier wat ik zag, hè? En wat luchtiger is, dat je zei van, Luku, mijn plus side queens zijn lekker. Jongens gaan me niet begrijpen, mannen wel. Ja. Jongens klagen om size. Ja, no? Ik heb nog nooit een man horen klagen om size. En wanneer ik dat zeg, ik... Maar ze klagen, want Milo, ben toe. Ja, nou, sabi toch. Ik vind het niet correct dat een man tegen een vrouw zegt ze is dik. Mm-hmm. Als ik vind dat je groot bent, zeg ik dat je voor gezondheidsredenen misschien vaker moet gaan bewegen en je moet letten op je voeding. Maar sommige mannen zeggen gewoon, je bent een vetzak, je bent dik, je bent onbeliefd, broer. Mm-hmm. Hey, toch? Die vrouwen hebben ook gevoelens. Snap, iedereen heeft. Ja. Stel je voor dat ze misschien weet dat het zo is en ze leeft, ze leeft in onzekerheid met zichzelf. Mm-hmm. Je breekt er psychisch. Snap je? Ja. Psychisch doe je iets met haar. Uh-huh. Leg er gewoon hetzelfde uit, maar op een andere manier, op een zachtere manier. Kijk, vroeger me bij de baggerofu. Oh. Ja, maar even me bij loesengi. Zie je, je hebt ook moeten groeien daarna. Ja, ja, even me bij loesengi, breed me voor loesengi, precies, me bij loesengi. Ah. Maar, naarmate je ouder wordt, ga je dingen anders bekijken. Ik heb nu kinderen en ik kan hun het niet aanleren, daar hou ik me er niet aan. Ja, ja, hou ja, ik ja, me ja. er zelf niet aan. Mm-hmm. Snap je dus? Ja, ik ben vaker met mezelf bezig. Hé, hoe? Ik wil dit zeggen. Oké, je mag het zeggen, maar hoe ga je het zeggen? Het zijn al dat soort gesprekken die ik voer met mezelf bij wijze van. Hey, ik ben ook daar, want ik praat real en zeg wat ik zeg. En weet je waar ik nu ben? Dat ik wel zeg van, oké, ik zeg wat ik zeg, maar ik wil mensen niet kwetsen, onbewust. Ja. Dus daar ben ik ook. Omdat ik weet hoe het aanvoelt wanneer men gewoon radicaal dingen tegen je zegt. Ja, ik ben ja. iemand, ik verdraag niet alles. Ik verdraag veel, maar veel en alles zijn twee verschillende dingen. Ik verdraag... Niet alles, maar ik weet wel hoe ik ermee moet omgaan. Mm-hmm. En om te voorkomen dat ik datzelfde effect heb op andere mensen, dan pas ik me aan voordat ik iets zeg. Hé, hey, schatje, kijk nou. Je weet wat obesitas is, toch? Voorkom het, beweeg. Ja. Pas je voeding aan. Maar dat nou een tak dat iedereen die plus size is, last heeft van obesitas. Nee. Toch? Dat klopt. Dus het verhaal is, als het grens aan ongezond levensstijl, dan ben je bereid je mond erover soms over te trekken. Zijn ze gewoon soms zijn ze groter gewoon... dan de rest en lekker. Nee, juist. Luko, soms zijn ze gewoon spang. Ja. Ze hebben gewoon meer vlees dan... Maar Luko, naar je model dat, hè? Plus size. Mevrouw is geen plus size, hoor, maar... Oké, okay, maar nou, dat merk je. Ze is ook niet skinny, maar ik heb een aparte liefde voor die... Toch wel, hè? Ja, ja. Voor die teddybeertjes. Moet ja. ja. Je loopt slinky. Gelukkig. Je gezicht is niet enthousiast, moet ik zeggen. Nou, ik ga eerlijk zijn. Ah, ja. Voetbalpaal Sammy Lobby, ik kijk niet naar het uiterlijke. Ik kijk niet naar je uiterlijk. We gaan niet politiek correct praten. Nee. Serieus, ik kijk niet naar je uiterlijk. Je vibe bepaalt hoe ik met je omga. Mm-hmm. Mika loop. Kotak, ik kan de wang. TV-figuur, maar die manier no boeng, je mag opzouten hoor. Ja. Voor als je mee kwijt, dan ga je Wally zien. Dat is meest naar respect, jong. Zijn dat TV-figuur? Clip, Nicki Minaj. Ik snap dit soort Nicki Minaj. Ach, dat is TV-figuur toch? En daarom zegt men meestal dat die plus size... Boem, Biggie Billen. Vanaf Biggie als maar aba akula batrali. Oh, dat is, oké. Snap je? Daarom zeg ik TV-figuur, omdat men in de meeste gevallen vergeet dat... A la figuur, nou een figuur op zich. Je moet allemaal kunnen waarderen. Je noemt druk de biggie vrouw, voor ik dit trouwen. Ja.
Fukodelik dit trouwens. Want ze zijn niet zo. Sommige worden ook nooit zo. Maar juist, ze zijn juist, wel mooi. Maar dat is het hem. Of het nou slank is of plus size, sommige worden niet. Niet ja, laat ze gewoon waardeerd. Heb je nog man? Ga bij de rest van die jongens staan. Maar bij mij, voetbalpaal Sami Kalopwansma, is die vibe gewoon. Welke vibe breng je? Ja. En ik ben het daarmee eens. Dat geldt ook voor mij. Want Mikalop Slenky, toevallig, ik moet je wel zeggen, we deden een Slenky fase. En die fase duurt al 2 jaar. Ja? Ay, dus ja, daar ben ik nu. Okay. Maar het switch bij mij, hè? Ja. Plus 6 mil op toe, maar de boombigi bellen mil op toe. Maar mina batoli ging per se. Mina abba probleem daar. ik wilde dat je jezelf een compliment gaf, daarom niet aan zijn dat. Nee, maar mina. Vibe zeker, ja, maar mijn anga even in een slanky model, dat moet ik wel toegeven. Mm. Zijn ook gemakkelijker op te tillen? Ja, dat die, maar boy, ik wil niet grof hoe praten. Toch, er zijn meer kwaliteiten aan een slanky mee dan dat wat je hebt omschreven. Daar heb je geen goede plus size, dames en heren. Dit is niet een die tegen die. Ja. Ik ben even gewoon even over. Slanky. Arki. Ik kan praten over plus size girl. Ik heb ook ervaring daarin. Zo lees je Jessa Samoro Shwiti. Ja, maar ja. Is meer houvast. Amoro warm. Ja, tuurlijk. Moro. Hou me tegen. Even zeg iets. Want ik ben in Suriname, hè. Ik weet niet. Is dat beter? Zeg maar hoe het hoort, hoor. Of niet contactvrij? Het hoort met de oren. Alleen de oren horen, broer. Je mag vrij zijn. Het is niet voor kinderen, toch? Nee. Oké, dan moet gewoon vrij zijn. Ik kan ook vrij. Oké. Nou, is het plus size ladies. Ja, toch? Er is daar iets, hè. Ik zeg je eerlijk, er is vanuit mijn kant, er is daar iets, sowieso. Dus daarom viel het me op dat ik, Milo Bako, die dat plus side queens zijn lekker. Ja. Jongens gaan me niet begrijpen, mannen begrijpen het. En ik begrijp het. Het was een reclame gewoon, hè? Ik weet het, maar toch, ja. los van voor een promo, attackeer je klop. Of was het een leven van je ogen? Nooit. Nee, toch? Nee, ik ben slecht daarin. Dus het klopt. Ja. Maar ik denk, die vrouw is middenin. Dus jouw status, jouw vrouw, jullie hebben kinderen, alles. Oké. Ja. En toch, je hebt niet een Jaroese vrouw wanneer ze je hoort praten over plus size vrouwen, slanky vrouwen, dat is Jaroese. Die vrouw is Jaroese. Het kan dat hij Jaroese, maar ze zegt het niet. een gezonde relatie heeft jaloezie nodig, toch? Want te aan een Jaroese moeder dat, want elkaar lobby vervaagd was het. Want sommige mensen gaan er gauw naar. Is toxic. Ik ben het er niet mee eens. Nou, een beetje jaloezie is gezond, het is toch? Nodig, broer. Toch? Het is sowieso nodig. Je moet weten waar je staat. Want if aan jaloezie gimoro betekent dat je moet gaan werken aan jezelf. Maar je schreef een jaloezie. Ja, man. Goede eerlijk. Ja, man. Maar dat ding van mij is mis met jaloezie, mijn taki. Oh, of ik ga hen voor je banken. Ja, ja. Ja, ik kan het zo. Ja, man. Mijn banken hen die. Hey, Madre. Weer me derde 3 jaar terug zo aan Sani, adjelekti de missie zo aan San Baka Ivo, Ripchiri Koning, Aroko, Nami. Maar ik ga niet, ik praat niet met je. Waarom ben je gaan? Het wordt niet chining, hè? Nee, nee. Maar gewoon gezond. Gewoon volwassen. Jaloers op een volwassen manier. Ik blijf nog even in die M4 coach, want Milop Ding. Mijere, liefde is net als water. Het bepaalt altijd zelf waar het terecht komt. Ja. Die vond ik wat loco. We komen dadelijk erop terug. Ik drop ook zelf mijn coach, hè. Ja. No me shame met dat deze man wil met mij bettelen. Maar met je eerlijk, Milo Bing. Ja. Liefde is net als water, het bepaalt zelf. Want ik kan die. Ook als zou je die wegbanen ervoor, bepaalt het zelf waar het terecht komt. Ja, mooi. Want je kan die wegbanen, maar het stopt gewoon halverwege. Ai. Maar dat, eigenlijk, maakt het me ook bang dat ik zeg van loco. Dus ik geef me alles. Voelen inzet, toewijding aan een vrouw. Maar jij zegt, maar ik kan wat zo. Dat moet je wel beseffen. Dat is wat je me zegt. Is life, papa. Boy. Is life. Is life. Als het niet voor jou gemaakt is. Maar je praat zo makkelijk, hè. Je praat zo makkelijk, maar hoe accepteer je dat? Contact, je geeft je alles aan een vrouw. Ine waka. Waka is een klein onderdeel trouwens van hele liefde, want ik vind hem goed. Offeren is meer dan voorkomen dat je waka wan. Toch? Ja, sowieso. Maar ik heb zoveel gezien. Ik ga niet zeggen dat ik niet bang ben dat het gebeurt. Je hoopt wel dat het niet gebeurt, maar in het leven heb ik zoveel gezien. Ik heb misschien niet alles gezien, maar ik heb zoveel gezien dat ik mezelf ben gaan voorbereiden op elke situatie. Heb je een schild gecreëerd? Ja, je hoeft geen
geen breakdown van mij te verwachten. Oh. Ik ga mijn moment kiezen om het te verwerken op mijn manier, maar niet dat moet draaien wallo. Sad songs, nah, oh, dat niet. Dat misreef ik, wil, ik wilde nog verder gaan. Ik zeg, nooit wat meisje P. Kree. Nou, even je vrouw erbuiten, los van je vrouw. Dat kan, hè. Ja, kan. Toch wel. Kan. Maar daar heb je geleerd van No Look. Soms, soms moet je die tranen gewoon kwijt, ook al ben je man, je blijft mens. Ik dacht misschien ben je een beetje macho. Macho, Oké. Macho gedrag moet je onderhouden toch, en op den duur. En mijn frita energie zodanig dat toch je ware aard op de een of andere manier. Ja, dus. True. En verkoopt, het is wanneer, hè? Ik ga zoet om mijn nieuwe manier. De lei? Maar omdat het maar 2 uur doet, nog eentje. Laat los wat ongezond is. Gebruik niet met opzet. Laat los wat ongezond is. Gebruik niet met opzet. Het had iets te maken met slachtofferrol. Mim takking lik van envertakking. Eigenlijk moet ik mijn pot niet visie lik, anno luk. Laat los wat ongezond is. Gebruik het niet met opzet, alleen om slachtoffer te spelen. Ja. En Sami verstand dat is, want ik vond hem diep. Mm-hmm. Dat je weet dat het ongezond is. Ja. Maar tegelijkertijd ben je ook een beetje toch toxic. Mm-hmm. Dat je het gebruikt om aanomica play slachtoffer. Mm-hmm. Is net als overmatig gebruik van alcohol. Dit is bubbelwater. Dit is bubbel. En dit is het beste wat je kan vinden aan bubbel. Boy, uno takamerk man. Maar ik heb het dan over. Luku jap massa e drink palm. Maar je hebt gelijk. Oh. Ja toch, jap misap man persoonlijk sa e drink palm. In 2022 nog steeds. Sanga man ja. Nanga hier. En of was dit prijswijze ging altijd naar bij de was dit. Ja, maar je hebt zo man, de mij lijn, two shot, foto one shot watra, dat de mij drink palm. Ai. Je weet dat het niet gezond is. Ai. Maar wanneer het zo ver is, dat de man amputeren, want de man om mijn jepi, de man amputeren wat lichaamsdeel ja, of zo. Been. Dat je kree. Ai. Yes! De man of bekoting, dit, dat, het starten bij wat jij hebt gebruikt. Sorry, is toch winst, de man amputeert toch, de man je door. Je weet dat het ongezond is. Dit is waarom ik van deze show houd. Ik doe het al een tijdje. Nog nooit is liefde vergeleken met het drinken van palm. Welkom in Suriname, Milom en Valk. En ik ga het gebruiken bij die toxic meisje die ik hier om de hoek heb. Hey, palm. Ai, Milom en Valk. Hey, kijk, we zijn in Suriname, toch? Mm-hmm. Laten we real over Suriname praten. Mm-hmm. Ja? Als we One People nemen, toch? Mm-hmm. Het verhaal, een bekende film, classic Surinaamse film, nog steeds sterk als je ernaar kijkt. Mm-hmm. En het verhaal daar is dat twee mensen die struggelen met hun liefde omdat ze verschillende culturen hebben en achtergronden. Mm-hmm. Die film is 45 jaar geleden, ja. Tussen hun Hindoestaanse en de Creoolse heer. 45 jaar geleden. Mm-hmm. Hoe is dat vandaag de dag in Suriname? Eerlijk. Je ziet. Ja. Racisme is er nog. Maar nu niet op relationele sfeer. Misschien is het er nog op dat gebied, maar je ziet het niet. Oh? Nee, je ziet het niet. Waar je het wel ziet, is in de politiek. Ja. Daar heb ik het niet eens over politici onderling. Nee, ik heb het over de aanhang. Van de politici. Ja. Op Facebook zie je dat soort dingen. Tak, ja, dan blakama dis, dan juka dat, dan kuli dis, dan. En ik probeer in mijn boodschappen, wat op dat gebied probeer ik in mijn boodschappen altijd duidelijk te maken. Dat je mag gillen van dis naar dis, van dat naar dat. Niks van dat geheel zorgt voor de vooruitgang van het geheel. Mm-hmm. Snap je? De Surinamer moet gaan beseffen dat de enige persoon die Suriname vooruit kan brengen, de Surinamer zelf is. En wanneer ik zeg de Surinamer, dan verdeel ik niemand. Mino, ko ai, 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 boy, no, amat na kuli, is dat, eh, no, amat na juka, eh, no, amat na samak, no, manami saranam brada. Zo werk ik. Ook al woon je in het buitenland, broer, if je roots de ja, you nasrana man gimme. Mi breti takin. Ja, mama, zo is het, zo hoort het. Want ik neem altijd het voorbeeld is van. Isabsa de loptakja, of naar buitenlander.
Naar het werk niet. Of zelf nog erger, je bent toerist. Je mag niet erg. Praten, je hebt geen zeggenschap. Maar kom tegen ons, Sani, als ik kijk naar iemand als Turken. Mm-hmm. Die haalt het niet in zijn hoofd om een andere Turk, maakt niet uit waar hij zit in Duitsland, Nederland, waar, om te zeggen van je bent geen Turk. Nou, het gaat niet lukken. Het gaat niet lukken. En kijk, je, dus als je het hebt over de Suriname die je nu zegt dat het moet zijn, je haalt het zijn zo... we daar? Nee. Nee. Toch? Je haalt het zo mooi aan. Als die Turk nou in China woont, die Turk woont in Suriname, ook al woont die Turk in Afrika, hoe noemen ze die Turk? Een? Turk. Oké. Okay. Wanneer een Surinamer, toch? Van Afro-Surinaamse afkomst. Een Surinamer van Indiase afkomst. Tegenkomt in een ander land. Van Amo Karaman. Awango Karaman wa kuli, atrango karatrawan blakaman. We moeten leren voetak dat e amat nou aan Suranaman. Mi nou aan Suranaman, amat nou aan Suranaman lik mi. Wat niet? Alle Turken lijken ook op elkaar. No. Nee toch? En ik kon de man in de voetak. En je komt uit Duitsland. No, ey, ay. Turku, brada. Orsi, we moeten dat ook gaan leren als Suranaman. Ik zag zo maar af en toe. Cubanen. Cuban is een Cuban. Mm-hmm. Maakt niet uit van de blakken, de witte en ook status en standen. Mm-hmm. Ik ben een Cuban. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. En Suriname kan makkelijk daar komen. Wat houdt het tegen? De denkwijze van de Surinamer op zich. Ja, ne? Ja, man. Ja, maar alles begint, alles start hier. Als je die shift niet hier hebt, kom je nergens. Maar jij zegt dan in relatie, is er, ik ben blij dat we daar zijn gegaan. We hebben het wat breder getrokken. Mm-hmm. Maar jij zegt dus, in relaties bestaat dat minder. Dus hun die staan niet in moxie aan. Hun die staan niet met kan gwanga wan blakama. Japanese kan gwanga. Luko, ingi nanga blakama moxie. Dat is standaard. Dat is standaard. En dat kras niet kras. Japanese aan hun die staan niet in moxie zijn in kondre. Maar de rest, gebeurt dat ook? Gewoon. Ja, of zijn we daar? Dat vind ik mooi om te horen. Dan vraag ik je. Oké, oké, oké. Oké, dus dat stigma bestaat niet meer als hoe het was in het One People. Niet, ja, het is er in mindere mate, neem ik aan. Je zal wel die gezinnen hebben, pedema strak. Maar je hebt zo'n gezin op pedema strak gewoon. Op tjingelo we gole igilibi. Dat is? Ja toch! Want je is je tak een hergrond tapu elibi in een bepaalde vrijheid, maar je houdt mij in een kooi. Ah ja. Ah, wij zijn slot lusu. Mofrigwe. Ja man, mofrigwe. Hé, maar even terug zei dat ik me breed heb hier, want... Wala mala nasrana man, ook als je in Holland zit, Miami, Curaçao of waar. Maar dat gevoel heb ik niet per se en dat kan liggen aan mijn omgeving in Nederland. Want in Nederland zijn wij niet daar per se dat je zegt, hun die staan niet, mij kan go vrij hangen. Nou, juist het omgekeerde. Pewa hun die staan niet, meid, ik go naar een blakke man en het is doodnormaal. Niet dat het heel vreemd is, maar het is niet dat ik ook kan zeggen van ja, het is normaal. Dus iedereen gaat met elkaar. Daar is het nog niet. Daarom als je me zegt, hier is het wel wat meer dan Brady. Dat het niet meer is zoals de classic. Ik denk dat de tijd de juiste medicijn is hiervoor. De tijd gaat om hele jaar. Kan de wans depje maf me toe later. Probleem dan niet? Gisuma. Oké. Okay. Nou, ja, ja. Ik smam loop je. Ja, dat telt bij mij toch. Liefde heeft maar één kleur. Eén kleur, één visie. Mm-hmm. En die visie van liefde is geen visie. Ja. Want als je begint te kijken naar visie, is het geen liefde meer toch. Wel, mijn breedte vind ik dat ja is ranang, de stranaman voor stranaman schreefie, faramoro de stranaman Holland. Het moet hier staan. En utak stranaman alamala. Je naar hun Stani, Ingi, Blakamang, Jampanesi, Snesi schreef of Sanayu. Stranaman, toch? Sam Stranaman Fraga. Vind ik belangrijk, man. Dat maakt me... Lek je zoals wanneer ze de winkel binnenstappen, de man zegt niet, de karama omu of de karama chini of sneezy. Nou, dan ik wel even kabro. Cool, toch? Ah, moet ik wat zeggen? Ja, man. Im sabita... Het begint bij jezelf. Wins bij je kmopo. Want mij dan omu zijn eten, maar zelf dat is een beetje beledigend, no? Nou, een gwinti, toch? Ja. Nou, een gwinti. Even karama. Ik ga je zeggen dat... En dat is een gwinti die ik hier heb opgenomen. Moet ik eerlijk, maar ik weet is fout. Zelf allemaal vrouwen met elkaar omhoog. Nou, ah, fout, hè? Sorry, die staat de vrouw, die met elkaar vrouw. Omhoog, je vrouw. Zo doet die ouders, zo doen die mensen van de fout, man. Ik zeg eerlijk, vooral Tim Droom. Maar is niet erg. Ik zag Sammy loopt toe. Laatst stapte ik een winkel binnen. En ik vroeg aan die dame, Fafi vrouw, je hebt mondkap. Toen zei ze, nee, we verkopen geen mondkapjes hier. Oh.
Oh, jullie hebben geen mondkapjes. Nee, meneer, we verkopen geen mondkapjes hier. Maar je kunt wel eentje kopen in de winkel aan de overkant. Ja, san doe mik vallen. Ja, no boene. Oh, dat aan nou. Ja, ja, ja. Hey, perfect Nederlands. Mitak, ai boy. Gwa in si bakami, go bij een mondkap. Gwa in si bakami. Hey, jij bent van hier, hè. Ik ben niet vanuit China naar hier. Je bent van hier, hè. Ik ben geboren, getogen Surinaamse. Ja, ja. Oh, dus dat bedoel je, boem. Dus hier uit dat boem Nederlands, dat laat jou weten. Ah, die snap je. Ja, die is nou een strana man. Want daar hebben we het over. Ja, man. En wie is als ma panangama? Mopo na China kon tanja, des mij tanja, des mij roko, des mij libidiana strana man. En no strana schneesi. Toch, toch. Maar zo, je hebt de brachon toe. Sa, inmiddels. Nasrana man, Kishinja, alles is aan. Ja, Nasrana man, gimme. A eerste lezing ever, dat Michi was sneezy man, blakke vrouw. Vier keer heb ik het gezien. Ja? Vier aparte gevallen. Hij neemt me op in vallen. Hij was sneezy man, blakke vrouw, Nasrana vrouw, Nasrana. Boom! Maar dat van die Omutori, dat kan ik begrijpen. Ik ben ook een keertje gewoon in Aruba in een winkel gestapt. Ah. En ik zei, faka, mi brada. Boy, pew op fris drank. Hoe nam ik dat papje mee toen aan mijn tak? Hé, werkelijk. Dat is mijn broertje vroeg me tak, of wat? Ik tak Sarana toen aan mijn tak. Nou, misschien is niet. Ik laat je ze niet even, je ziet het. Mij ik zei, maar do you speak English? Ja, maar yes, yes, I speak it fluent. Mij zei, maar oh, I need a fresh drink. Maar je ziet toch, ja, dit is automatisme toch? Ja. Maar dan ben je kiesjesrevie van, hé, nou. Ja, dat is het. Dat van die fresh drink was een grapje, met tak zo dat gewoon. Omdat we tak Engels ja toe. Dus we not go tak en voor is dom. Nou, hoe score. Maar mi loop van hamer erop luken was er aan een man. Want ik ben het er mee eens. Maar zoals je ziet, zelf ik heb af en toe een beetje bewustheid nodig van, hé, maar pas daarop. Sanama. Want dat is wat een land groot maakt, toch? Tuurlijk. Ja. Samenhorigheid. Ja, sommigen zijn daar. Mm. Maar zelf daar, dat is juist mooi. Verspreid dat ding. Het is waar je hart ligt. Toch? Soms woon je in het buitenland. Je kan misschien... Nee, maar je hart, vraag het aan mij. Maar het is nog steeds in Suriname. Dat bedoel ik toch. Dat is toch? Ja, hè. Dat is ja. En gelukkig, ik kon je voorlopen. Fukoluku, fai ati edoing. Mm-hmm. Snap je? Jij bent op vakantie, maar je hart woont hier. Je werkt aan de andere kant, maar na bigi vakantie. Je hart woont hier. Zo zie ik het. Nou, mooi. Dit is dan wat we hier doen, is die lobby voor Saranang. En dat mijn lobby. Oké, dan hadden we het over One People. Jij stelt me hart gerust en zegt van, look, anno 2022 ziet het iets anders eruit. Mm-hmm. Mensen met andere achtergrond of zelf andere cultuur kunnen met elkaar gaan. Ja. Dus twee verschillende overtuigingen in een relatie. Mm-hmm. En overtuigingen als in geloof. Ja. Werkt dat? Er zijn. Er zijn Christen, koppels. Ja, er zijn wel koppels Christen, waar het werkt. Wint die geloof. Ja, het moet kunnen. Hij roko, no? Maar mijn actie van hij roko. Ik word mino wel eens wat we willen. Mino go look in zo diep, maar er zijn wel mensen bij wie ik het heb gezien. Ik kan niet zeggen, na omens ma mischeng. Maar er zijn wel mensen bij wie ik het heb gezien. En al die mensen bij wie ik het heb gezien, daar is de boodschap duidelijk dat... A enige... Bribi Saim Abi, je enige geloofsovertuiging om samen te komen met iemand. Is de liefde. Ja toch? Maar er is nog een aspect, mijn man. Mm. En dat is de mensen om je heen die je mening hebben. En mensen waarom je geeft misschien. Weet je, je neemt mama mening serieus, papa, oom. Sorry. En hun vinden iets. Sorry. Als zij wilde bepalen. Als ze het recht wilden hebben om te bepalen, zouden zij met die sma moeten gaan. Niet ik. Jij, maakt niet uit wie je bent. Jij kan niet voor me komen bepalen. Je tijd is mafia aan het. Gewoon. De biggest mafia. Gewoon. Huh? Ja, maar als van mijn man aan mijn pak weet je. Je moet altijd rap van tong zijn en in tak vast aan de. Want ze kunnen zeggen van ja, je bent je oefensgetuige. Je moet met iemand van, het, van de zelfde geloofsovertuiging een relatie starten. Oké, ik doe. Ja, want dat wil de Heer. De Heer wil dat iedereen gelukkig is. Maar dat omdat je tek was maar voor die smaf je tegen je tak in tek als maar dat je, dan ben je niet gelukkig. Is dat niet toch? Dan gaat mijn vriend aankijken van constant ifesi soa van in een voorgesprek. Je bent niet gelukkig. Mm-hmm. Je bent niet gelukkig. En jij zelf bepaalt pe afiri dat dong. Mm-hmm. Bij wie? Hey, bij jou voel ik me gelukkig na je mijn zitting. Klaar. Ben ook zitten na een sma. Suma de smaf mijn wan zitting. No man. If you, hey, asma boena. Je vindt het goed dat je denkt aan asma, mi ogo sukudif mi.
Maar Luko, als je kijkt naar hoe jij praat, dan zie je duidelijk. Je bent nou een zelfverzekerde persoon. Mm-hmm. Jij staat stevig in schoenen. Mm-hmm. Maar niet iedereen is zo. Ja, het ligt ergens ook aan die opvoeding. Toch? Mi panang, mi mana, gangster. Orsi, mi mana, mi para tuga. Oké, de ben de gangster. Want de pchima af me draai de tapu. Maar die mi e grokom. Jij hebt die behandeling niet gehad die jouw kinderen nu krijgen. Maar ik zorg er wel voor dat mijn kinderen die behandeling wel krijgen van mij. Wanneer ze daar zijn, zijn ze op time-out. Want dat heeft je gebracht waar je bent. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Want als we terugkijken, zeggen we ook van sommige fonfong hoefden niet. Sommige takjes hoefden niet. Er mocht meer gesproken worden, maar jij... Ik bekijk het anders. Elke fonfon heeft een lafoe erachter. Oké. Okay. Je weet toch? Elke fonfon heeft een kick erachter. Mijn man ontken, helaas dat kan bij voor moeten. Bijna, maar mijn chimera daar zo rot in de camera. Mijn moeder zegt dat ook. No, ze denkt, je nou kies fonfon, je brada, maar you. No, mijn man, ik heb jullie nooit echt gesweet. dat zegt mijn moeder ook. Ze zat achter ons gewoon tegelijkertijd te draaien. Ik kom met mijn chimera. Mama, zei takkie. Zij pakken doen. Moet ik voorbeelden geven? Nee, ook al geef je de voorbeeld. Nee, Rocco, ben je zo tegen in. Ja, man. Maar... Tuurlijk ga je met de tijd mee. Mino, ko wip de pchim af me lekva. Uno ben jan fonfon, bijvoorbeeld. Ik weet, ze hebben dingen waarvan ze houden. Ja. Maar bige poer dat. Oh, je luistert niet. Ja. Doe die televisie uit. Ja. Of die televisie mag aanmaken niet van lokale zenders. Je hoeft niet je gaat niet bepalen waarnaar je wil kijken vandaag. Ik doe die modem gewoon uit. Ah, ja. Kijk naar de lokale tv. Doe elk van mijn bedoeling. Mm-hmm. Zoek totdat je iets vindt dat ergens in de buurt van leuk voor je is. Is dat niet toch? Zo mijn bedoeling. Binnen no time. De man ook okay, die laatste niet. Ik heb eentje van 2 jaar. Maar min of een adresie van maar ik ben oefening aan trouwen toch? Suma. Die eerste, jongens, oefenen met die eerste die twee, en is die tweede die, gekomen. Die twee eerste van me. Ah, ja, no? Ja, man. Die laatste, wanneer hij het naar zijn zin heeft. Ah, ja. Ik van me nou aan mijn zin, papa Kaba. Als ik moet rijden van mijn huis naar de stad, moet ik niet veel, minimaal 52 keer. Ah, aan hem zeggen dat hij moet zitten. Zo. So. Maar dat is het toch, je deelt anders met jouw kinderen, zo ook. Mijn ouders. Maar mijn mannen en mijn papa de gangster in de terre, mijn zwering. Maar je waardering is wat ik begrijp? Tuurlijk. Okay. Tuurlijk. So, ik heb misschien geen perfecte opvoeding. Ik heb niet de perfecte opvoeding gehad. Mm-hmm. Maar voor mij was die opvoeding perfect genoeg. Zuiver. Snap je? Ja. Mijn Briti, tak soliste me luku miserifi tak boy. Kan dit mijn doro also na een lange 24 uur mijn pura uniform na mijn skin. Dan mijn Luca uniform. Zijn momenten waarbij ik dankbaar ben voor dat wat mijn ouders hebben gedaan. Uno bekis biggie go toen aan de sotsani. Maar we hadden wel altijd water, eten en educatie. Mooi. Ja, man. Ja. Maar toen gangster ben dat per, hè? Mooi, dat kan je voorlezen, ik geloof je. Hé, als je gangster bent, maar dan heb je papa COVID. Mijn vader niet zozeer. Mijn moeder was als de politie. Mi ma e pak aan. Maar te mi pak on alek. Te skoutu no ma hende da legre. Ko erbij. Ja, maar je bent 3-4 maanden zoet, papa. Orsi. Nou, maar mi loop der. En ik heb ook... ik heb die blijk van waardering ook laten zien in 2 tracks. Gewoon 1 voor mijn moeder. En 1 apart voor mijn vader. Gewoon in hetzelfde. Ja. Maar nu we het toch over je muziek hebben. Ik praat hier graag over de liefde en dan komt meestal niet op tafel wat iemand doet, niet per se. Maar ik moet je zeggen, 2 dingen moet ik je zeggen. Als eerst, laat me eerst dit zeggen. Kankamang, die vers die je daar dropt, dat is mijn shit. Dat is mijn shit, Milo ben vaarlijk. Ja, ik heb, eindelijk ik heb kan ik je een box te geven even. Ja. Ik geef hem kracht. Ja, Lobin, 100%. Too. Ja, je hebt het vaak gehoord dus. Nice, maar Rui heeft het vaak gebruikt het als therapie. Als die opkomt, toch? Ja, meer is zoals dan ja, inderdaad. Ja. Ja, lovely. Dus bedankt daarvoor en ook al die andere douches. Maar die vers van jou? Ja. Papa. Thank you, man. Het was een momentopname ook. Ja, no? Ja, ik kwam aan in de studio. Chachi heeft me benaderd. Want Kankama is eigenlijk een oude poko die jullie zijn gaan verversen naar de van tijd van toen. 2015. Ai, ai. Maar Kankama, dat refrein is deel van een Winti-nummer. Ja, dat zeg ik. Kantasie. Is een original van... Is het van Bosse? Nee, Sukusani. Nee, ik heb... Isasi, één van ze. Mm-mm. Het gaat veel dieper dan dat. Oh, gaat verder. Ja, zelfs zij was niet... Die van hun waren niet de original. Mm-mm. Ze echte Winti-poko van
Om een jaar terug. Jij hebt het over die versie van Bosé. Maar er zijn... Die ken ik, ja. Ja, er zijn... Ik weet niet in welke plantage het is ontstaan. Maar iedereen heeft die winti pokus van ergens. En even voor de duidelijkheid. Kankama is een power poko eigenlijk. Ik ga klein houden. Ja, sowieso. Power poko met de poweren. Mm. Een sterke man. Zelfverzekerd. Zelfverzekerd. En dat is ook wat het me geeft. Mm. Daarom wil ik het even aankaarten. Maar dat was de bedoeling. Onbewust ook. Ah, ja. Dus ja, hij heeft ons uitgenodigd, heeft me uitgenodigd om naar de studio te gaan. Ik was met mijn broertje. Ik zeg, kom, we gaan samen. Ah, ja. Maar met z'n tweeën vond ik het een beetje kort. Dus ik zei, weet je wat, pa? Drop jij ook iets erop. Dus mijn broertje ging naar Chachi. En na mijn broertje ging ik. Maar een heleboel mensen denken dat Chachi en ik het alleen hebben gedaan. Oh, dat mijn chimbra, dat wist ik niet. Oh, oké, jammer. Ja, wist ik niet. Oké. Ja, mooi man. Maar je hebt veel over deze poko gehoord. Je zegt al, Roué draait ervoor. Sowieso. Milo Menfalen. Ook een... Het is echt een sterke poko, is dat? Een jonge basketballer. Van Surinaamse afkomst. Die het ook goed doet in de USA. Ja. Hij heeft een... Hij gaat zijn debuut maken in de NBA. NBA. Ja, en dat is ook zijn... Fanning. Kensmil. Uit Su. Ja. Globin. En hij heeft laatst ook... Kort terug heeft hij... Amma langa lek mina? Nou, amma langa moromi. Ja, mama bigi man. Amma bigi. Om in de NBA te kunnen spelen. Amma bigi, brief me amma. Amma no langa wang. Amma bigi. Amma shi bigi. Amma bigi. Stak boy amma isa no maranga say. Dan word je trots, hè? Ja, sowieso. Dus hij gaf aan dat het ook een van die poko's is waar hij zijn inspiratie had. Oh, op dat soort momenten, wanneer men dat soort dingen zegt, dan kan de mino reageren. Want dat mijn actie is toch zo gewoon? Nou, mino reageert om ze enthousiast, maar hier en hier? Ja. 100. Want dat is waarvoor je eigenlijk poko maakt, toch? Om... Ja, poko's. Maar net het woord voor poko is, dat het aankomt bij de mensen. En sowieso. Deze komt aan. Sowieso. Want die hem in toe. Het is van werkelijk. Alla, day was my time. Is no, 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 maar no, dankjewel. No, no. Ik stel het altijd op. Mijn doel, wat muziek betreft, ik hou zodanig van muziek, dat ik eigenlijk een symbool wil worden ervan. Dus ook als sterf ik, blijf ik leven. Omdat die muziek gewoon... Wel, na apoku dat je talibi kan... Moreko. Moro deto. Want ik realiseerde me toen ik dacht, we gaan even uitnodigen. Dacht ik van, wacht, Onderschat Me is ook een van die oude poko's. Is al 11 jaar geleden. Ja, ja, ja. Dus jij begint langzaam een van die legends te worden van Su. En je bent nog steeds, niet dat ik dat belangrijk vind, maar het is toevallig zo. Nog steeds relevant in de zin van... Kan je deze Masai Lukuyu motivatiefilmpjes of die filmpjes van je... Weet je niet eens heel goed over je poko's. Misschien niet je poko's, maar contact onderschat me. Iets van 11 jaar geleden. Nee, maar eerlijk, die motivatiefilmpjes gaan harder dan mijn muziek, man. En daarom maak ik die opmerking. Ja, ja, ze gaan echt begrijp harder. Je? Ze gaan hard. Toch? Ik maar kan misschien... Jij lijkt me iemand die niet van labels houdt. Wat als ik je zeg, je bent een influencer? Dat is moeilijk, ne? Ja. Want je valt wel onder, je doet hetzelfde als influencers. Ja, maar ik ben geen influencer. I just speak my mind. I speak your mind. Ja, ja. Okay. Ik ben een prater. Dus... En als ik zeg, je bent je bent geen influencer, toch? Dat je bent een pokoeman. Ik ben een muziekliefhebber. Je bent een muziekliefhebber? Ja, muziek is die enige vrouw waarmee ik kan flirten zonder dat een andere vrouw jaloers mag worden. Oh. Maar al die anderen kunnen komen en gaan. Deze was eerst. Maar deze blijft. En blijft ook. Ja, ze blijft. Ja, ja, ja. Nee, daarom wilde ik het wel benoemen, man. Want ik zie wat je doet en ik zie al heel lang wat je doet. No, love. En ik had het over dus een van mijn favoriete poko's uit de nieuwe tijd. Want ik hou van Boeru Kasekos. Heel erg. Maar die poko, tranga. Onderschat me. Dames en heren, tolereren, discrimineren, allerlei boys keren. Minusant zei het, maar. Dope! Ja, die moest ik even eruit droppen. Ga checken. Check die man zijn muziek als je het nog niet hebt gecheckt. Misschien kan je hem alleen van zijn filmpjes... check het. En ken je hem niet van zijn filmpjes? Check dan ook wat hij allemaal dropt. Het is allemaal game wat je daar dropt. Je legt uit. Van waar komt dat vandaan eigenlijk? Dat? Waarom heb je de behoefte om dat te doen? Het is gewoon een goede samenwerking van hart en verstand, denk ik. Oké. Okay. Ja. Ze heeft zijn antwoorden klaar, Milo. Mijn hart stuurt het naar mijn verstand. Mijn verstand verwerkt het. En... Hoe lang zit jij in een relatie? Dit jaar 17 jaar. Zie toch, daarom mijn actie. Want het is beter ook, denk ik, voor jou. Want als jij vrijgezel zou zijn met die taktaki van je, dan wordt leuk. Waarom niet?
Je zegt dingen toch? Nou, maar mina apart mee op dit. Je apport hee, plus als slot lijn aan koude. Maar daarom. Ja, maar misschien is dat ook beter voor je. Mm. Want, Luko, 17 jaar. Respect. Moet je ook maar, ik wil niet zeggen, ja, moet je maar willen. Mm. Want niet iedereen, maar je moet het ook kunnen. Ja. Ja. Hoe kom je tot 17 jaar? Ik hou mijn mond wanneer nodig. Nee, eerlijk, ik hou echt. Hoor je dat? Dus ik ben gaan leren mijn mond te houden wanneer nodig. Je hebt door van Luko. Soms ook al heb ik gelijk, geef ik gelijk. Ja. Wanneer we dan nuchter zijn. Dat is happy life, happy wife, zoals ze het zeggen. Dat is niet altijd happy. Nu hebben we ruzie bij wijze van. Ja, maar toch. Hé, go, Luko, wat er aan mij te wel naar Guinness Love Line je komt. No. Ano dati. If me tak dat me ga zo aan precies, ben ik echt daar. Je kan me of vinden op mijn werk, of als ik zeg dat ik ga optreden, kom checken, ik ben daar. Als ik zeg ik ben in de studio, kom checken, ik ben daar. Ik wil je geen lieve bieden met vraagtekens. Maar 7 jaar betekent ook niet dat alles perfect is. Nee, tuurlijk. Wat zou je, want je houdt van je vrouw. Mm. Anders ga je niet 7 jaar met haar en ze heeft je 2 mooie kinderen gegeven. Ik hou niet meer van haar. Je houdt niet meer van haar. We zijn elkaar gewend. Ja. Alsof jullie familie zijn. Het weegt zwaarder dan houden van toch. Je gaat naar huis, is dat tak als mijn tanden. Maar dat is some real shit wat je zegt, want dat is ook wat ik altijd zeg. Ja. En daarom ben ik scheiderig om in een relatie te gaan. Toch? Op een gegeven moment wordt het gewenning, eenmaal. Ja. Maar je kan ook niet voorstellen wanneer ze er niet is. Net als een brada of een sa. Ja, toch, tuurlijk. Ik heb met dat te maken. Tuurlijk. Je ziet toch, daarom, dat is een real takkie. Daarom dat is wat 17 jaar doet. We hoeven niet te trouwen om te binden wat we hebben. De manier waarop we omgaan met elkaar is al genoeg voor mij. Dus je kopot me in een huwelijk, zijn niet op receptie. Kost pas maar precies dat om kring wat leuk op academie. Maar dus jij gelooft niet dat een koppel dat toegewijd is aan elkaar speciaal moet trouwen? Dat hoeft niet. Dat gevoel gaat verder dan trouwen. Want er zijn ook mensen die misschien 25 jaar een relatie hebben gehad en besluiten te trouwen met elkaar en het huwelijk duurt gewoon 1 jaar. En daarna zijn ze vijanden van elkaar. Snap je? Dus je hoeft niet. Of ik hoef het niet. Ik hoef het niet. Je mag trouwen als je wilt trouwen. Mm-hmm. Of het moet zijn benefits hebben. Hey, we hebben dit samen opgebouwd. Ik voel al dat meeting door. Komt trouwen als maar dat staat alles vast op papier. Zwart-wit. Mm-hmm. Snap je dan? In zo'n situatie dan doe ik het wel. Want ik blijf het zeggen hoor. We hebben tijden van stress. We hebben tijden van lobby. Nee. Ook al hebben we tijden van stress, er zijn altijd tijden van liefde. Weet je toch? En iets wat ik ga blijven vasthouden, zij heeft me gegeven wat niemand anders me kan geven. Juist. Dat is mijn eerste kind. Juist. Ik kan eruit stappen, een kind maken met iemand anders, is mijn eerste kind met haar. Mm-hmm. Maar het is niet mijn eerste. Ja. Snap je? En ja, zulke kleine dingen waardeer ik wel. Maar een verhaal je tof, want jij gaat dus al 17 jaar met haar. Dat is volgens mij langer dan dat je in die rap game zit. Dus met al die populariteit wat erbij komt. No. Wanneer was de eerste keer dat je hit de music scene in Stranang? Het was 2000. Het was 1999. Oh joh. Ja man, dat weet ik niet genoeg over Amper. Nee, maar ik was meer lokaal bezig. Dus maar rennen dat, van maar hier dat is maar daar. Verstaan van dis naar Amper. Ja, theater neem bij Dikba. Ja, no? Daarna was er een pauze tot 2002. Toen bracht ik mijn eerste tape uit met een toenmalige vriend. Dat is Abigim Bosba. Maar dan in mijn omgeving, dan ben ik vanaf de pokoe door een foto. Toen lieten die mannen van de stad, waarmee ik kan zeggen mijn broers, Tik, Donafi hoorde een pokoe van mij. En hij stuurde de boodschap, kom me tegemoet. Ik ging die man tegemoet en vanaf dat moment. Oké, maar hoe dan ook, 17 jaar is zij al met al jou, met alles wat om jou heen gebeurt, mm-hmm. alles wat jij meemaakt, mm-hmm. is zij met jou. Ja, eigenlijk vanaf die originele pop-off gewoon. Vanaf die boom was ze. Ja. Dus is net. Dus bijna ga ik denken dat ik denk van, dat is een mooie tijd om single te zijn. Was jij niet? Nee. Voel ik als je een groepje dingen mee wil maken. Ja, maar. Het is. Had je het moeilijk toen de tijd? Ja, die verleiding heb je wel, maar het is waar je waarde aan hecht toch. Je kan je laten verleiden door iemand die gewoon
Maar was je toen al zo verstandig? Lek van je verstandig doen? Dat ben ik uit mijn man, aan mijn pan. Gangster. Nou, dat heb ik denk gangster eigenlijk. Ja, toch, gangster. Oké, ze hebben bepaalde values in je gezet. Ze leren je te waarderen wat goed voor je is. Je kan je laten verleiden door iemand die je maar één keer wil ervaren. Mm-hmm. Ze wil je gewoon maar één keer proeven en ze toch? Is klaar. Yeah. Maar if Asan Wakagiyu bijvoorbeeld, dat ik tegen Asma tak, hey fucka, wanneer weer? Asma tak, nee, het blijft bij die ene keer. Maar wat voor je? Je weet toch? En om dat te voorkomen, dan. Aye. We week af gewoon. Dus dit paste gewoon bij jou, dit was voor jou, zo'n relatie met één toegewijde vrouw, want je denkt me nog bij morgen eenmaal aan dat. Het is te laat om eruit te stappen, denk ik. Anders moet zij die stap Zit ze ook zo erin? Ik weet het niet. In de angst, ik heb jou uitgeroepen. Mina sabi, misapfumi. Ja. Nee, is een beautiful thing. Loco, we gaan breken. Ah ja. Fafa Bereger. Ik weer een trui. Ik snap Coca-Cola, zodat ik niet hoef uit te leggen. Zijde aan BRB. Ik ben weer een tijde. Ja? Oké. Gilly's Loveline. En met trots zeg ik je vanuit Suriname. Thuis. Thuis, basis. Deze man voor welkom thuis vanaf het begin. En ik voel me ook thuis. En mijn breedte dat ik het goed heb gezien. Ik moet Enver uitnodigen. Enver heeft altijd. Je bent ook filosofisch, hè? Sommige van je filmpjes. Onbewust, ja, maar je bent er dus. Achteraf vraag ik me ook af, hoe kom je daarop? Looking van hey. Ja, Orsi. Ja. Maar het is niet dat ik het bewust zo opstel of zo. Ja. Komt gewoon vanzelf. Natural. Ja. En dat is ook die video van vandaag. Ga ik dit met de mensen delen vandaag, dat. Soms rent je ook een beetje, ne? Is een lichtelijke rent, dus een klacht bijna van, hey, jullie moeten, we moeten beter dit als mensen, want... You care about your people. Ja, Sran Asma, dat is sowieso. Net wel gebleken toen we het erover hadden. Ja. Het mooie daaruit is de conclusie van Luko. We moeten gaan waar we gaan zien de kracht van om elkaar echt daadwerkelijk te zien als Surinamers. Mm-hmm. Wishuna, Hindustani, Ingi, Yampanesi en wat er nog allemaal is, Blakamang en alles wat in het land leeft. En wereldwijd, dat vooral. Als je nou in Miami woont. Curaçao, Nederland, om stoptakje van je bent buitenlander. Nee, was dat nou, man? Zwaar. Was dat nou, man, toch? Zwaar. Want we juichen. Hé, maar even, was aan het doen? Ik wilde zeggen, we juichen wanneer we een Stranaman zien vechten daar of voetballen daar. Mm-hmm. Maar Stranaman staan ook snel klaar om kick te nemen. Ja, toch? Komt eerlijk. Nou, Sansami, ik ben tak toe. Oh, ik dacht, ja, tuurlijk. Voor die nationale selectie van Suriname, toch? Nu, dat is nu gaande, hè? Nee, dus. En dat vrouwen dan? Vorig jaar, die mannenselectie. Ik had het in een video gezegd. Nacho, ik feliciteer jullie met de behaalde resultaten. Aye. Maar zorgen jullie ervoor dat jullie blijven winnen? Want awaku biggie lassie was shifas ranama lagi. Jullie mogen biggie boy vragen. Ja, man. Dus dat dan was leuk, Surinamers moeten blijven zoals ze blijven, maar ik van zijn kan veranderen. Ik mag te kikik, maar nog brokking. Nee, nog brokking, dat ding. Want soms het lijkt het als je erop uit bent. Ja, men zegt wie is er nu schetsen. Want sommigen zijn snel met memes en zo. Ja, hey, is snel. Ja. Je steekt veel energie erin. Ja, wat als je die energie zou steken in jezelf, in een money steken ermee zou maken? Die energie in likes die niet betaald zijn. Toch? Nee, maar... ik begrijp het wel. Die kick moet niet in omloek of brokken, want sma. Mm. Daar gaat het om. Ja. Dus Enver en zijn filmpjes, Enver en zijn muziek hebben het over gehad. Maar dan nog even terug naar die filmpjes. Filosofisch, zonder dat het je bedoeling is, zeg je. Ja. Je bent er nooit op uit om mensen te kwetsen. Nee. Maar krijg je ook reacties, heftige reacties op filmpjes die je dropt? Ja, soms. Soms ook onnodig. Ja. Soms ook onnodige reacties. Reacties als je lult of je bek. Maar het slaat op niks. Want populair zijn bijvoorbeeld in Holland of ergens anders is één ding, maar Suriname is klein. Ja. Hè? Ja. Dus je hebt echt te maken met die mensen. Mm-hmm. Maar mensen zijn niet te disrespectvol, ne? Of je mee wil. Het komt voor, maar ze gaan meestal door wanneer je het aandacht geeft, toch? Juist, klopt. Zoals een plantje, toch? Als je dat plantje steeds water blijft geven, dan... Ja. Gaat die groeien en op den duur is er een hele boom aan negativiteit, disrespect. En dan kan je er niet mee omgaan, dan klap je dicht. En dan, ik wil dat niet. Mm-hmm. Ik kan plantje doen in Sani. Ja. Een plantje nu op door, tak na tap, want stong, hij zoek of gro. Toch? Er is niks voedzaam eraan. Je gaat er niet voeden. Ah, ja.
Loco, misschien zie je de zon schijnen en verdwijnen. We zijn in Suriname, ja. Nogmaals. Ik ga het nog 4 keer zeggen waarschijnlijk, want we zijn aan het genieten hier. Sowieso. Enver, mm-hmm. Je bent ook van de meningen. Mm-hmm. In je filmpjes, duidelijk. Je bent niet bang om je mening te geven. Nee. Dus ik wil je ook vragen om je mening als het gaat om bepaalde, bepaalde zaken. Want die zullen iets anders zijn dan als we in Nederland erover zouden hebben. Mm-hmm. Dus eenmaal daar... misschien iets vrijer of een andere kijk. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd hoe jij, als iemand die hier woont en die dus nadenkt mm-hmm. over wat hij zegt en wat hij van dingen vindt, wat je van het volgende vindt. Als ik de stelling drop, hoeveel bedpartners iemand heeft gehad, zou niet moeten uitmaken als het op de liefde aankomt. Ik wil niet politiek correct antwoord, ik wil eerlijk zijn en voor je vind voor haar stelling dat het zou niet moeten uitmaken hoeveel bedpartners iemand heeft gehad. Ja, daar, ja, ik heb eigenlijk onbewust al antwoord gegeven hierop zonder antwoord erop te geven. Maar het blijft hetzelfde. De mening blijft gewoon hetzelfde. Liefde heeft niks te maken met iemands gezicht. En vraag het aan mij, heeft het ook niks te maken met iemands verleden. Die persoon kan 80 bedpartners gehad hebben. Je weet niet waarom de persoon het heeft gedaan. Het feit dat die persoon bereid is met jou verder te gaan, moet al goed genoeg zijn. Het verhaal is niet dat wanneer diegene met jou gaat, dat daarna nog 80 volgen. Dat is het. Ja, snap je. Snap je. Ja, er mogen nog 80 volgen, maar die 80 moeten het. Maar dit meen je echt, want jij zit niet in een situatie, tenminste, Minosabi. Je gaat 17 jaar met je vrouw. Ik judge niet. Je judge niet? Nee, ik judge niet. Ja. Ik judge niet. Je hebt 80 gehad, je hebt 180 gehad, jij weet waarom. Maar ben je klaar met die Libi? Ja. Wil je met me verder gaan, moet je echt klaar zijn met die Libi. Als je zegt dat je klaar bent en je meent het, en ik merk dat het echt zo is, dan... Kijk, en het valt me op, je gebruikt het woord persoon. Mm-hmm. Maar dan laten we het anders benaderen. Is er een verschil tussen man en een vrouw? Een man die veel bedpartners heeft gehad en een vrouw die veel bedpartners heeft gehad? Het hangt er vanaf. Wie het bekijkt. Ik bekijk het zoals... Hoe bekijk jij het? De persoon. Personen? Voor jou is hetzelfde, één ja, lijn. Want waarom is het erg wanneer die vrouw het doet, maar niet erg wanneer... Waarom zou het erg zijn, zou de vrouw het doen, maar niet erg zou de man het doen? Alla tuman kisa sikiere. Alla tuman pratuan sikiere. Dat is waar. Snap je? Ja. Dus, ja. Ik denk dat men het zo bekijkt, omdat men... gaat praten over slijtage van de machine. Toch? Ja, laten we ernaartoe gaan. Maar als je als man 80 vrouwen hebt gehad, broer, geloof me, je jouw machine leeft is niet ook... door met diezelfde energie als in het begin. Oh? Nee, toch? Oké. Okay. Of wel? Nee, jij ziet oefent ook. Zijn twee verschillende machines maar hebben we het over, hè, man? Oefening, dat go. Ja, ja. En dat de machine lopen slijtage. Ja, dus het zijn twee verschillende... Je moet het onderhouden. Toch? Er zijn twee verschillende machines, maar Luko, laat me al heb je 80 gehad, laat me het niet voelen. Ik ga het minder politiek correct houden. Ik geloof wel dat jouw mening is, hoor. Want ik begrijp, don't judge people and I don't judge people. Nee, liefde, too. Liefde is liefde. Liefde is liefde en ja. I don't judge people. Maar ik moet je eerlijk zeggen, en dat heeft meer te maken met mijn values. Er is niets mis met die persoon, dit gaat strictly om mij. Mm-hmm. Ik zie mezelf niet gaan, we hebben het over 80, mm-hmm. met een vrouw die met 80 man is geweest. Mm-hmm. Als ik kijk naar mezelf. Mm-hmm. Want ik ga dan, en misschien zijn dat vooroordelen, dan ga ik denken van, ook, hoe ziet je leven eruit? Wat waren jouw keuzes? Mm-hmm. Dat je tot 80 man bent gekomen. Dan ga ik hardop vragen, heb je jezelf nooit willen bewaken? Mm-hmm. Je energie, mm-hmm. je waarde als vrouw, heb je geen discipline? Mm-hmm. Of ben je gewoon inderdaad iemand die zegt van, hey, free life totdat ik mijn man heb gevonden? Mm-hmm. Die begrijp ik, maar is niet voor mij. Ja. Tegen eerlijk. Maar check. Ik ben ook een 80 man. Mm. En misschien word ik nu weer aangevallen. Prima, ik neem dat offer. Het is niet jullie plek. Ik zet mijn vrouw niet op één lijn met Gilly. Mm. De vrouw die ik kies, ga ik niet vergelijken met Gilly. Mm. Dus Gilly ik mag ben, die 80 hebben. Gilly is een domme man geweest. En een man. En een levendige man. Mm. En ik wil geen levendige vrouw zoals Gilly is geweest. Daar kies ik niet voor. Mm. Dat zeg ik toch, is dat erg? Vanaf ben ik dan...
Nee, het zijn de standaarden die jij voor jezelf zet. Ik judge je niet. Ja, het is de standaard die ik voor mezelf heb gezet. Ja, en dat niemand, moet toch kunnen zonder dat ik word aangevallen? Niemand mag daaraan komen. Het probleem is dat we te vaak zeuren in andermans leven. Ik wil een rode shirt kopen. Jij vindt dat die blauwe me staat. Maar omdat ik dat rood heb gekocht en jij vindt dat die blauwe me staat, is die rode niet goed. Lul. You are weer rood. Is dat niet ook? Lip me dan aan mij ready. If you are a blauw mooi ge you buying. Dus jij wil een partner die... Jij hebt geen problemen met een partner die 80 heeft gehad. Maar Gilly zegt niet voor mij. En ook dat moet geen probleem zijn. Is dat hem? Je achtergrond speelt ook een rol, eerlijk. Want ja. Je kan 80 hebben gehad omdat het je baan was. Maar dat wil ik zeggen. Als ik met een dame wil gaan die 80 heeft gehad, dan beter kies ik een pornoster. Ja. Want dan weet ik dat ik gereden ga worden. Ja. Nee, noem me grabbing. Oké, okay, nou kom actie want Trassani. Is dat info wat je moet geven aan iemand waarmee je van plan bent te gaan? Is dat info wat je van een vrouw graag zou willen horen? Dat je niet achteraf hoort van no outro of weet ik veel wat? En die bekend van dit is Mrs. Nee, if je de opening aan mij, de opening aan mij vanaf het begin toch. Dus dat is info wat je moet delen ja, van hey, luister, je moet één ding weten van mij. Tuurlijk, als je het aan het begin niet zegt, hoef je het later ook niet te doen. Als je het meevraagt. Dan zeg het helemaal nooit. Ja. Maar dan kom ik erachter, want overal waar ik met je loop, word je enthousiast gegroet. Ja. En dan begin ik het in te vullen van, hey, fuck. En die lach. We weten hoe mannen kijken. Ja, en die ja. lach is weer een ding. Ja. Want daar zit het hem ook in. Het is ook een ego ding. Met wakker aan mijn vrouw. Ja. En mama, hey. En ik zeg van, hey, wacht die. En hey. En ik zie die lach 80 keer. Hey, die sugarpoes. Van in de tijd. No, zelf tak net takje. Het is gewoon een look en een lach van, hey. Die good time look. Ai. Dus dan kan je zeggen... Ik vind eerlijk, daar heb je pech als man. Je hebt dan je onderzoek niet goed gedaan. Oké, dus een onderzoek moet plaatsvinden. Ja, zij hoeft niet per se aan jou te vertellen, look, ik heb zoveel bad partners gehad. Jij moet zelf al hebben... Je hebt je mannen toch. Iedereen kent iemand. Ja. Al ken jij de persoon niet persoonlijk. Ja. Je moet iemand kennen die de persoon persoonlijk kent. Die persoonlijk iemand kent die iets weet van die situatie. Ja. Nee, want weet je waarom? Ik drop dan dit op social media. En dan krijg ik van die politiek correcte antwoorden van vrouw van... Ja, waarom moet een vrouw en een man... Maar als ik... Dat is mijn standaard. Ik wil dat niet. Als je het mij vraagt toch, Gilly? Ai. Social media... Ik kan je me eerlijk even van... Hey, nou is hypocriet, Gilly. Nou, social media... Je 80, 80... Social is media is een podium. Ai. Jij bepaalt als je het podium opgaat als acteur... Mm-hmm. Of als je gewoon alles van jezelf prijsgeeft. Ja. Kijk, net als hoe jij Gilly's Love Line hebt, ken ik ook iemand die een talkshow heeft, waarbij de bezoekers real zijn, maar zij liegt over de situatie. Okay. Het is wat je doet toch? Ja, nou, want zo iemand zou dan zo'n vraag aan je stellen, ja, maar waarom moet het een probleem zijn? Terwijl jij zelf niet zit in die Libby. Juist. En jij zelf ook niet zou kiezen voor een man die zo'n Libby had. En dat irriteert me. Wees real of zwijg. Of als je wil acteren, doe het waar want mensen Want we leven acteren. In een tijd waarin mensen politiek correct willen zijn. Het lukt niet. Om het te zijn. Ze willen politiek correct zijn op social media. En daardoor verdwijnt Anne Riel. Maar, en dan weet je wat ik me afvraag. Weet je dat mensen meelezen? Mensen die jou kennen? Tuurlijk. Die mensen, ze sap alla motivatie of hoe je echt bent? Ja, ik ben een keer aangesproken op iets dat ik zei in een pokoe. Ja. Door een mevrouw. Een jonge dame. Mm-hmm. Ze vond, ja, zulke dingen moet je niet zeggen in muziek. Want, zulke dingen kan je niet zeggen in je muziek. Ik zeg mevrouw, waarom kom je niet helpen, betalen... Wanneer die rekening van de studio binnenkomt. Ja, en dan ga je zo om met kritiek. Je bent geen voorbeeld voor mijn kinderen. Ja. Ik ga ze niet meer naar mijn muziek laten luisteren. En 2 dagen daarna ga ik optreden met Nax. Ah. En ik zie jou na mijn optreden in diezelfde DP. Ja. Dansen op de tonen van Update. En je hebt bijna niks aan. Okay. Ik ga je roepen. Yo? Ja, tuurlijk. In Beringen. Oké, hoe gaat het met je kinderen? Goed? Je hebt dochters toch? 2 dochters, 1 zoon. Je bent het perfecte voorbeeld op dit moment voor je dochters. Ja toch?
Op Facebook, je want spammy edit. Precies. Maar in real life, je punt. Maar ik dacht constant dat, jongen. Tegenwoordig heb je dus een, je Facebook personality of je social media personality. Ja. En wie je bent in real life. Het kost je te veel energie, man. No, of ja, sommige mensen hebben die energie. Ik drop dingen en ik let erop dat ik mensen niet kwets, maar ik gewoon keep it real. Ja, tuurlijk wel. Weet je, want voor mij is bijvoorbeeld hier in die show waar we het over hebben, is voor mij makkelijk om te zeggen van, ja, man, vrouw, weet je, 80, waarom? Het is waar je als individu voor kiest. Ja. Het is wat past bij jou. Kijk, ik geloof ook in je moet mensen niet judgen. Dat, natuurlijk niet. Dat is niet wat ik doe, maar tegelijkertijd zeg ik, voor mij voor jou niet. Hoeft het niet. Als je zegt dat het niet goed voor jou is, is het, zeg je het omdat het niet goed voor jou is. Voor mij, je bent de persoon niet aan het judgen. Ah, ja. Snap je? Maar ja, precies zoals ik iets drop op social media, kunnen ze 100%, niemand kan tegen me komen zeggen, hey, dit is niet Enver. Maar als ik jou persoonlijk vraag, Enver, wat vind jij te veel bedpartners? Of heb jij niet een, je hangt er niet een nummer naar? Nee, want jij kwam met 80 tevoorschijn, ja, hè? Ik start er niet eens over, man. Huh? Nee, toch? Je zal je keuze hebben, toch? Okay. Het is hoe je het kleurt, die vibe die je aan mij geeft, die zorgt ervoor wat er gebeurt tussen ons. Maar ik moet wel zeggen, en dat want is, je gaat niet die 80 pakken en dan onderhoud je die 80 nog steeds terwijl dat is helemaal fout. Dat is duidelijk, dat is fout. Maar als je klaar bent met die 80, Libby, en je bent bereid serieus door te gaan met één persoon en voor mij geluk ben ik die ene persoon. En maakt mij niet uit. Wat de wereld wil zeggen, als man al moet je of hij naar me moet je. No. Nee, dan is het inderdaad van, ja, ik heb al gezegd, dacht er wel, ik ben nummer 81. Ja, en jij stopt. Ja, en hier stopt het. Nee, ik moet er wel bij zeggen dat als iemand, het is moeilijk om iemand te vinden die zich toewijdt aan jou. Mm-hmm. En haar verleden zou niet moeten tellen, dat moet ik eerlijk toegeven. Mm-hmm. En een liefde verrast. Mm-hmm. Misschien hoor je me zo praten en daarmee eindigen aan wasmassa op 83. Dat is dan. Maar dat is lobby, het leven liefde verrast. En dan halen we deze beelden tevoorschijn van, weet je nog toen je zei, maar liefde verrast. Dat zei ik toen. Dat men zegt, de mens verandert als de bladeren des. Ik vraag je naar je mening, toch? Jij gaat me vertellen over de Surinaamse vrouw. Ja, dan ga ik je wat vragen. Als je puntje niet bezit, niet kan bieden aan een Surinaamse vrouw, dan maak je geen kans. Aan een Surinaams meisje. Oh, zie je? Hij komt weer met die N-verdingen. Een vrouw legt ook dingen op de tafel. Hé, wat kunnen we samen bereiken? Jij is er dan? Ja, man. Ja. En okay. Ik krijg genoeg. Vriend, ik bied dit. Wat kan jij bieden? Oké, het kan werken. Maar ik kom niet op maar met, ik wil tenminste 2000 in een maand. En ik wil mijn haar doen. Je mag je haar doen, je wimpers, alles. Werk en betaal ervoor. Zelf. Ja, ik wil er ook graag fris en stoer uitzien. Ah, ja. Dus werk als ik kan werken en mijn eigen shit kan kopen, doe je eigen shit ook. Maar zorg ervoor dat die shit die we samen moeten doen, ook gewoon gedaan wordt. Mm-hmm. Ja toch, want dat samen doen. Dan moet je wel liefde naar jou, ik verzorg jou. We krijgen een kind, 2 kinderen. Dan moet ik jullie alle 3 verzorgen als ze zijn mijn kinderen. Ah. Dan ben je geen vrouw toch, je bent een meisje toch. Ik vind je antwoord niet. Je mag, maar niet met mij. Mm-hmm. En ook niet met mannen die denken als ik. Je had problemen gekregen. En dan ga je ze zeggen, ja, I'm a greedy, dit, dat. In de meeste gevallen eisen ze wel, zonder te kijken naar dat wat die man moet doen, om te komen aan datgene dat jij gewoon wil afpakken, zonder enige moeite. Ja, hij ligt in de avonduren op me. Oké, wat heb je meer te bieden dan dat? Tati. Ja, toch? Als die man kan koken, hij doet zelf de huishouding. En wat heb jij nog meer te bieden? Kan hij samen met je sparen? Nee, want hij moet ervoor zorgen dat jij spaart. Ja, kira, man. Hé, maar de soort vrouw dat Milo bij die je schetste was. Ze zegt van, Luko, ik kom met dit, dat en dat. Waar kom jij mee? Ja, toch? De leid jij naar kon. Ja, toch? Den de, maar. Je noemt tak de lai, maar de de. No, den de. Mino sap if de lai, maar mi sap tak den de. Mi sap want to. Reden waarom? Omdat veel van zulke vrouwen ook gewoon jongens zijn tegengekomen. Waardoor, look hoe gie wa man nou wa heer trasan. Ja. Een man gaat gewoon verder, maar een vrouw gaat
zwaar tillen aan bepaalde dingen. Vooral, het is me opgevallen, vooral als het neerkomt op liefde. Uh-huh. Als het niet lukt, gaan ze zwaar tillen eraan. En ja, dan moet je beter mee liep mee wat minaf te kwam, man. Terwijl kan die man die sabo waarderen als man. De man dat one man can make one woman hate all men. One boy can make one and woman. En one boy. Je loopt af eigenlijk. Jij wil het goed. Je houdt van het verschil. Toch, als je niet ready bent voor die grote stap, ben je jonge niet... man. Ja. Als je niet ready bent voor die grote stap. Ja, man, toen zei ik, ik ben een vrouw, maar de man nog een soort goed heb. Je bent geen man. Je bent een jongetje. Je bent gewoon een kind met een kind. Ja. Rare doelen. Ja. Dus het is one boy. En voor. Taxani man, ja man, maar je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Loco, als we het over Suriname hebben. Mm-hmm. Straight up vragen, wat god je zo moro dipi? Want alleen jij kan me uitleggen. Tenminste, jij zit nu hier en jij weet het beter dan mij. Als je kijkt naar 2022, wat vind je van het seksuele moraal in het land? Is het veranderd? Ja. Hoe is het vandaag de dag, het seksuele moraal? Men is veel vrijer erover, is me opgevallen. Is dat een good thing? Ja, als je kan niemand in de weg staan. Wat jij wil, jouw voorkeur voor jezelf is jouw voorkeur. Toch? Jij mag bepalen waar jij op valt. Ik val op vrouwen. Maar je hebt vrouwen die vallen op vrouwen, je hebt mannen die vallen op mannen. Aha. Je hebt vrouwen die vallen op mannen en vrouwen en zo ook omgekeerd. Ah ja. Het mag. Waar ik wel een probleem mee heb, is dat we onze, dat we de komende generatie voeden met het is normaal. Het is niet normaal voor mij. Snap je? Het is voor mij niet normaal. Wat is niet normaal voor jou precies? Wat je net voorbeelden die je gaf. Give me voortplanting naar man-vrouw. Oké. Okay. Snap je? Je hebt. Mensen die geboren worden met dat gevoel. Mm-hmm. Toch dat ik, hey, nou, mijn naam chim boy, mami lop boy. Of mijn naam chim meet, mami lop meet. Ah, ja. Je mag, maar kweek het gevoel niet dat na een model. Ik zie cartoons gewoon, pe man het tongo man, vrouw het tongo vrouw. Die dingen worden gewoon vertoond op de tv. Waar was je ook mee bezig? Weet je, ik leek van mij dat ik judge niet, maar... Ook mijn kinderen hangen vaak achter de tv. Ik ben het eens met dat punt dat jij graag controle wil behouden is over toch? En je bent wat op niet jouw kindsbord altijd, komt. Ja, toch, je bent niet altijd daar. Wanneer mijn shift start om 7 uur in de ochtend... Als brandweerman. Eindigt mijn shift pas weer 7 uur de volgende ochtend. Dus ik ben letterlijk langer dan 24 uur van huis. Weet je nou hoeveel dingen die mannen kunnen kijken in mijn afwezigheid? Ja. Je bent niet daar om het te controleren. Mm-hmm. Snap je? Soms ook al ben ik thuis misschien weer. Kan de mij dole pede man doma mi aino opo. De mij lukou de san gewoon dwars naar mijn visie. Snap je? Wat voed je kinderen? Ja. Dus ik vind het niet erg. Alla, je mag denanga suma je wani. Wie is na je brada iwan dangaman. Dangaman gewoon. Wie is na je sa iwan. Dangaman gewoon. Maar voed die kinderen niet met het idee dat het normaal is. Maar als je kijkt naar... seksueel moraal tussen de jongeren in Suriname. Mm-hmm. Is dat ook vrijer dan vroeger? Ja man. Want ik weet hoe ik dat zie, maar ik wil eerst horen dat jij me zegt hoe jij denkt dat het is. En dan ga ik zeggen hoe ik het ervaar. Het is veel vrijer, jongen. Kijk nu. Kijk naar al die pornofilmpjes. Ah, is dat Mickey? Die zijn uitgekomen in de afgelopen tijd. Mm-hmm. Oké, eerst zijn ze mee prakseren. Dat kan de mekwaan toevoegen van Asane hoor. Maar we gaan niet gek doen. Maar de meeste mensen die voorkomen in die filmpjes zijn jongeren gewoon. Mm-hmm. Fossie, ik ben op 16. Ah. Die me doen aan eerste lezen. En dan boon kibri fassi. Van niet. Ah, ja. Hey, maak je geluid hoor, dat mijn vader staat bij die wasbak naast de kamerdeur. Ja. Is dat toch? Zo, maar heb je voor nou een spang? Ik heb het een keer meegemaakt bij mama. Ik dacht naar een dochter. Tak ja, mama, je nuikt me lekker. Ja? 14 jaar. Blakka man. Tang, 14 jaar. Echt, boy. Ja man, misschien misreef ik bad tak naar mijn man, naar mijn pop, 14 jaar geliefd. Pano de na osso. Dus begin met mijn vooroordelen. Pano de na osso. Ik weet het niet. Oké. Okay. Want anders, maar sami sabi. Oh, en dan sabi is even als schets. Ja, anders, maar sami sabi. En leg hem maar uit.
Fap boy tiki langa. Hey. Langa des. Dus ik zat echt daar. Ja. Katak boy, hey, serieus zo man? Vandaar die vraag. Ja. Vandaar die vraag, dat ik de vraag stel. Amma eten, toetak, maar als je gaat, ga beschermd, want je bent pas 14 en ik wil niet dat je met een beukje op maakt. Oh, maar wacht even, wat vind je van die opmerking? If is op zijn kwekie, if a cheese nicky, if op je woorden trouwen, abo makba. Dat is nu sleren van kinkenveld, toch? Toch? Ja, ja, ja. Ja, toch. Dus ik dacht, oké, dus toch in Asani wap ching boom fadom. Ja, ja, precies daarom. 14 was jong voor mij voor start, man. Ja, maar dat is schrikken inderdaad, als dat zei tegen mij. Daarom heb ik blakke man, want vroeger was dat... Nee, vroeger kon dat niet. Tak zo aan ma. Misschien is kibri-kibri ook niet goed. Tensie. Misschien is kibri-kibri, maar de manier hoe je het vertelt... Ja. Tiki langa zo, dat is ook heftig. Nou, dat grofu. Toch? Dat grofu. Ja, we maar tegen mijn ouders, sabe dat lengte voor mi tiki. We zijn goed klas langa op tjie, sama tegen ma. No, man. No. Dus daarin is het wel veranderd in Suriname. Ja, maar dus ik ben zodanig opgevoed dat... Soms de shit ik me flexie. Ja. En dan willen ze die kans nemen voor tak flexie. Naar oh meter. Ja. Nou, maar ik ben zo'n type sa oremita. Hey, zoek je plek. A respect wel. Ja, je haalt het wel tevoorschijn ja, van look. Zo moet je praten met mensen binnen jouw leeftijdscategorie. Ja. Of met mensen van mijn leeftijdscategorie die je toestaan. Maar je moet er niet bij mee komen doen. Want ik zie dat je omdat ik kan herinneren one thing. Toen kwam ik naar Suriname, ik kwam elk jaar naar Suriname. Dan kwam ik vaak, maar dan kwam ik hier. Dat, eigenlijk mee kan ik aan la mijn Holland manier. En dan praat ik over jaren 90 al. Hè. Dan was ik, kwam ik hier, dat in ook aan bos, maar zo maar op straat. No. Dat is maar dat, no, deze dingen is voor tussen vier muren. Ja. Maar dat is niet vandaag. Nou, man, no. Dat is in bus, in een foto. Dat is niet vandaag. Ja, man, dat is mijn. Krima Kandra TV naar het tongen. Dus ik zie die verandering en die zijn ook pas al een tijdje hoor, ja, dat het zo is. Maar ik moet altijd denken aan, ik wist nog toen ik toen zo kwam, dat is maar dat normaal aan of zo. Hè. En soms weten die ouders het. Het is van sommige ouders krijgen die kinderen ook gewoon toestemming. Wat? Ja toch, wat kan jij als buitenstaander doen? Niks. Je bent en voor dat wat. Het is mijn kind. Oh. Ja. Zo ook met mijn muziek toch, wanneer ik weet dat, hey, maar content het... is expliciet naar goed, maar begin een keer dat, hey, weet waar je kinderen. Maar Luko, je kan het nog verder brengen als we willen, hè? Want, Luko vaak kon er moeilijk. Dat, misschien dat meisje, maar dan breng ik het verder, misschien dat jong meisje, hè? Is ver voor de leeftijd. En vader een soort libi. En Groko in een Libi P even staan van ik kan dit en dit bij mannen halen. Dat tangalaas na een zorga familie. Mappachim bradanga de soort zijn dat. Ja. Dat is ook wat gebeurt, hè? A patroon van FM. Dat is een patroon van familie. Des diep man, Gili. Ay, maar dat gebeurt ook? Ja, tuurlijk gebeurt het ook. Maar nu in Lukengo in waar ik denk ben nooit meer Lukugo eten. No? Oké. Okay. Good for you. Hey, want ik zie dat wel en ik schrik ervan. Ja, maar het gebeurt. Ik zie het gebeuren. Ik heb het ook zien gebeuren, maar... Cross B? Mino looking. Oké. Okay. Mino looking zo. So. Yeah. De boss lady. Boy. De boss lady type. De tak de na boss lady. Ja, toch? Hey. Ja, toch? Nee, want nu, kijk, ik kan Barry zien, ik kan voor mij zien dochter. Of, we houden even op dochters, ja? Ik kan Barry, maar als je ziet van, hey... Als één is zo goed dat de televisie dappen, of een gasbom dappen. Dat zei man, takkie. Of een juru. Dus die balans moeder-kind gaat een beetje krom. Ja. Maar je doet lekker in hem. Kom je dit soort sanatie? Dus ik heb het niet van dichtbij meegemaakt, maar ik weet wel dat de san heeft staan. Ik zat dat de san dit, hè? Maar feit, takkie halen aan nu de mi, maar je laat me sprakeloos mi nog. Ik praat real. Natuurlijk, het is real. Wat? Het is real, maar het is die realness bij mij nog lomp. Zo echt, het is bestemd me aan dat ik, hey, this and this day too. Wat, hoe doe je? Je bent afhankelijk van zo iemand. Toch? Wat je doet? Hoe roep je zo iemand tot orde? Dus ik wil die ouders bijna wil ik ze niet kwalijk nemen, want in tranga voetak van Luku, alle soort fascie, dat gebeurt niet, dat wordt pina. Maar het lukt jou niet voor breder tap tafra. Een blunder. Dan nou je kleine meisje is wat ouder.
Ze begint vorm te krijgen, 16, 17, 18. Ze komt het echte leven tegen. Met wel lomang. En voordat je het weet, zij run die familie. Mm-hmm. En dat jouw aanheer, hè? Is diepe shit, man. Diepe shit. Ik zie dat je het dan eng vindt om over te praten, dus moet tap in toe. Nee, ik vind het niet eng, man. Dat is toch niet zo'n takkie, want dat we verstamming. Toch? Nou, is diepe shit, man. Je ziet het, we gaan van zon naar wind, naar regen, naar strand, naar oude en naar shwiti. Alles aan het tel. Dus als je zit te luisteren op Spotify, je denkt, wat is dat allemaal? Ik zei het je al, dit is niet de studio. Ga naar YouTube en check hoe we hier zitten, gezellig, lekker weer. Korte mouw trui, zo noemen ze dat hier. Korte mouw trui, zit Enver hier. Nee, dat is maar Enver. Ik ga het weghalen vandaag, hè, want ik merk van, het gaat te diep, hè. Ja, het gaat This is some real shit. Maar zulke nee, dingen moeten van, besproken worden, man. Ik vind van wel, daarom wil ik het over hebben. Want mijn loopstraat naar alle aspecten van Suriname hou ik van. Maar ik zie sommige dingen, daar schrik ik. Want dan ga ik vragen van, hé, Falka. Falka nou model, ja. Misschien kan je me uitleggen. Ja. Want ik kwam vroeger hier. Als ik denk aan vroeger. Ik zei het al, dan kom ik met mijn manier hoe ik ben opgegroeid in de Schilderswijk. Mm. Dan had ik het gezellig met meisjes, toch? En dan maakte ik foto. Mm-hmm. Dan gingen ze ontwikkelen. Mm-hmm. De Adama leg me uit. Ik me belskoto. Mm. De Oresteri. Daar praat ik het over 97 of zo. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dan mino bij man verstam. Hele opa, weet je? Mm. Dan heeft ze ontwikkeld. Laat me dit verhaal dadelijk goed afmaken. Ik wil nog even tussendoor, want het heeft een interessant eind, dit verhaal. Dan ga ik met die foto's. Dan ga ik naar mijn nifos. Nou, dit op heilige weg. Dan zo de maar. Ik ben nog jong, kinderachtig door. Mm. Maar look, dan moet ik goed. Maar er is sterren, pornografie. Ja. Ja. Pornografie. Mijn naam is mijn verstandig aan het hier. Serieus. Ah, maar omdat ik kom van ergens anders, is dat het toch? Maar die Suriname is niet meer die Suriname. Nee, nee, nee. Maar om dat verhaal af te maken, want ik wil het wel serieus benaderen, maar het heeft wel een bepaald soort eind. Mm. Adama Sasha foto, dat van, gaan ze arresteren? Mm. En ik dacht van, ik noem met foto toe. En werkelijk om ik foto. Is niet om te lachen, maar is gebeurd. Serieus? Ja. Maar dat, ik wil zeggen van, hoe het vroeger eruit zag. Ja. Daarom wilde ik daar naartoe in actie van, boy, is het veranderd? Want ik had er best wel respect voor dat het zo streng was. Mm-hmm. Het is nog zo want streng. Want het viel onder pornografie, ja, foto's aan Mickey. Nog steeds, nog steeds. Dat wel, no? Nog steeds. De mij arresteren. Ja, man. Oh, dat vind ik goed. Ja, 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 natuurlijk, natuurlijk. If you making, de mij arresteren. If you kissing en je verspreidt het, de moet jij gwe toe. Toch? Ja, man, de mij allemaal gwe. Dus en dan heb ik het niet eens over minderjarigen, want vaak zijn het jongeren die dat met elkaar doen. Mm-hmm. Maar ook als je ouder bent, dat valt hier onder pornografie. Ja, en pornografie mag je niet verspreiden hier, hè? Dat is het verschil. Dat is het verschil hier. En ik hoop, dus dat leeft nog. Mm-hmm. Maar toch wel film lay. Ja, de film komt gewoon. En nou, WhatsApp ding, social media, internet. Ja, sommige mensen hebben lak. Nee. Ze hebben lak. Nee. We doen het gewoon. Ik heb een keer ook een tekst gepost op Facebook. Waarom laat je je filmen? Waarom blame je jezelf niet? Omdat je hem hebt zien filmen, maar je hebt niks gezegd. Maar je blamet hem wel wanneer dat filmpje uitkomt. Uitgelekt is. Mm-hmm. Maar dan reageer je, ja, waarom lult hij? Die mannen zijn als vriendjes, waarom moeten ze filmen? Vriendin, je ziet dat allemaal in filmen. Ah. De technologie is zo ver. Mm-hmm. Hij hoeft het niet eens te verspreiden. Hoe man kan hekken, man? Een hacker panja asan. Wat ga je zeggen? Heeft het, aan zijn vriend, heeft het naar zijn vrienden gestuurd? Kan dat man op niks? Maar je ziet het gebeuren. Rem hem af. Dat je van man no one moro, dat man af de moro. Want if a man vindt dat, a man mag filmen je omdat a man lobby, a man no lobby. Ik van mij niet vertrouwen technologie. In een film? Archie. Nou, mijn film. Ik heb die tijd niet, jong broer. Je moet je focussen op dat deel. Dit heb deel na tap rokom idee. Maar beide handen zijn vol. Na mijn foto one free, zeg maar. Je kan niet filmen met je foto. Dat talent heb je niet om met je foto te filmen. Wat komt tegen ons? Ik ga je duidelijk zeggen. Filmen is één ding. Want niet meer naar een filmer toe. Maar als je zo'n filmpje deelt. Is soms some bitch shit. Ja, man. Echt some bitch shit gewoon, wereldwijd. Ik begrijp dat niet.
Dat is iets wat ik nooit heb begrepen. Je weet ook nooit waar je toestel terechtkomt. Nee, maar je mannen die boos delen van... Ja, dan noem me posting. Tuurlijk. Dat minimaal verstaan. Oh, je wil me niet meer? Ja, dat als reden. Nou, fout helemaal, fout. Ja, maar even. Zie waar we allemaal naartoe gaan. Ja, tuurlijk wel. Milo Ben. Tuurlijk wel. We zijn net langs een paar info-codes gegaan. Met tegen je toch dan van, ja man, dit is naar mijn concurrentie. Want, in Guinness Love Line, elke aflevering tussen de miljoenen liefdesquotes, relatiequotes, man-vrouw quotes die er zijn, haal ik één quote tevoorschijn. Die leg ik op tafel. Gewoon zodat we samen kunnen inzoomen op die quote. Mm-hmm. Wat je ervan vindt, misschien doet het je niets. Of misschien denk je van, ai, ik voel die. Mm-hmm. Ze zeggen namelijk, liefde is een valstrik. Wanneer het zich toont, zie je alleen het licht ervan. Mm-hmm. Niet de schaduwen. Met andere woorden, we zien alleen de mooie kanten van de liefde. Maar liefde kan ook lelijk zijn. Code eerlijk. Het hangt af waar naar je kijkt. Waar er licht is, is er altijd schaduw. Maar als je naar dat licht kijkt, ga je de schaduw niet zien. Je moet naar beide kijken, toch? Maar dat is die valstrik, toch? Ja, het is geen valstrik. Het is er. Want op dat moment, je verliefd zodanig. Ik zeg altijd tegen verliefd in een Europa. Is het geen valstrik. Jij bent gewoon niet scherp. Jij bent niet scherp. Ja, true that. Maar, ja, maar... Jeppie, want jij bent ook ooit verliefd geweest. Mm. Ernstig dat. Kan de alledaagse aan zijn tak nou. Beval even. Ja. Voor elastisch even van. Breng niet even. Liefde maakt blind, toch? Ja, tuurlijk. Dat kan je ook maar best herinneren. Is het geen vaststrik? Liefde is liefde. Jij was niet scherp, is wat je zegt. Ja, toch? Oké. Okay. Ieder heeft zijn momenten waarbij je je schild omlaag doet. Nou ja, Cupido was zoetie. Ja, we komen er niet onderuit. Maar wanneer je langer bezig bent met die, wanneer je verder gaat dan... Amai mepitak eo, asidis detu. Ja, toch? Dat is die liefde. En je kan niet zeggen dat ino besabiwe luku TV, toch? Ja. Je kent mensen die ooit verliefd zijn geweest, toch? Uh-huh. Misaps massa, ben de zo verliefd, no des ma panya. Als ze elkaar zien, des ma fiti. Toch? Is het thin line between love and hate? Ja, leri. Om nog meer coach te doen. It's a thin line between love and hate. Ze hebben het gezongen, toch? Ja. Kan ik misschien zong je mee? Yes, oké. Ja. Terwijl die boodschap plak daar ligt. Walomang, bigel leg je uit, batak, hé, ama abe mooi zei, ma ama no abe mooi zei wang. Waarnaar kijk je? Dat ja, maar... Ik vind het mooi, je was niet scherp. Dus dat kunnen we concluderen in de liefde. Mm-hmm. Is een nieuwe quote hier ontstaan ter plekke. Mm-hmm. We krijgen een Enver quote. In de liefde moet one je scherp line, zijn. Een love line quote. Ja. Milo Bing. Een love line quote. Love line quote. In de liefde moet je scherp zijn. Ja. Nee, Indappen. Hij gaat het mooier maken. Let op. Hij gaat het mooier maken. Wat was die eerste liefde is? Mitak. Liefde is een valstrik. Oké. Okay. Liefde is een valstrik voor hen die niet scherp zijn. Goed, ja. Ja, toch? Miwa, ik drop in tapi Instagram. Aka City. Je drop in? Aka City. Ah, bon. Je tag me? Aka City. Collaboration. En check Enver op Instagram, want hij dropt een hele hoop knowledge daar, wat hij denkt. De filosoof die hij onbewust uithangt, zoals hij zegt. Wat kunnen we nog meer van je zien? Waar moeten we je volgen? Ik ben op Facebook, ik ben op Snapchat. Mijn Instagram is sowieso automatisch gelinkt aan mijn Twitter-account. Hoe kunnen we je vinden? Wat moeten we intikken? Zo, ik ga alle info voor je sturen, dan kan je naar die podcast gewoon. Check in de description, dan kan je deze man volgen. Check zijn muziek, hij heeft zoveel te bieden. Check zijn muziek, check zijn inspirational Sanis. Check wat hij doet op social media. Het is lachen, het is herkenbaar en soms van zijn het inzichten. En ja, daarom heb ik je ook uitgenodigd om me inzichten te geven. And I love it. Ja. Leuk dat je bent geweest, mijn man. Terwijl je check in de description naar alles van Enver, check ook hoe je deze show kan supporten. Volg mij @GillyRutu op Instagram, Facebook, Twitter, @GillyRutu. Abonneer je op het kanaal, druk op het belletje, zodat je weet wanneer een nieuwe aflevering is. Belangrijkste quote tussen al de Enver quotes en de Loveline quotes, wat ik elke week zeg. If it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date in Suriname. Yeah.